ja, hoe start ik eigenlijk? Ik, in het beste geval begin ik gewoon klein. En doe ik gewoon, neem ik de methodes en de filosofie mee van zelforganisatie. En doe ik het eigenlijk een beetje stiekem. Dan denken mensen, huh, wat is dit dan? En dan neem ik ze gewoon mee. Dan leg ik ze uit wat zelforganisatie is. En dan kijk ik ook of ze misschien het fijn vinden om hier meer van te weten. Dus ik verleid ze eigenlijk een beetje naar meer. Ik heb het ook al meegemaakt in de bedrijven waar ik heb gewerkt, waarin het met een push is gekomen. En dat blijkt toch best wel wat moeilijker te zijn. Ja, welke invloed heeft het in je organisatie als je ermee begint? Ik denk dat een hele hoop mensen eerst denken, wat is dit nu weer? Weer iets nieuws? Anderen denken eigenlijk van, goh, wat fijn dat er nu iets komt waar ik me goed bij voel. Wat je wel ziet is dat het gevolg is dat veelal leiders en managers een beetje in angst schieten. Omdat ze niet weten wat hun rol zal zijn. Naar buiten toe merk je niet per se wat, behalve dat als je veel met leveranciers bijvoorbeeld werkt, dat men eigenlijk niet echt begrijpt waar je mee bezig bent. Maar in eerste instantie is de focus sowieso op intern. En daar zie je met name dat sommige mensen echt denken, yes, dit is het. En andere mensen denken, oké, het zal wel eventjes duren en daarna is het weer voorbij. Ik denk zeker dat er een overeenkomst of een link te leggen is met de maatschappelijke issues die er nu zijn. Wat je ziet is, wat ik zelf eigenlijk altijd zeg, is dat zelforganisatie, zo self-management, gaat eigenlijk echt over jezelf. Dus je moet jezelf eerst in de spiegel durven aan te kijken. Wil je deze manier van werken, zeg maar, omarmen? Wat je nu ziet in de maatschappij is dat men eigenlijk liever een beetje kop in het zand steekt, ontevreden is. En dat zie je ook terug in de organisaties. Dus op het moment dat het spannend wordt, zoals het nu misschien wel is in de wereld, in Europa, in je bedrijf, dat zie je ook terug op de werkvloer. En sommige mensen gaan dan in één keer weer terug naar wat ze eerder kenden en dat is command and control. In de toekomst hoop ik eigenlijk dat bij mijn huidige werkgever, Aliander, dat ik de ruimte krijg om uit te leggen wat eigenlijk zelforganisatie is en hoe dat vlekkeloos aansluit bij de agile way of working die er nu is. En wat ik al in het begin zei, stiekem doe ik dat natuurlijk nu al een beetje bij mijn eigen team, maar probeer anderen ook te enthousiasmeren voor deze manier van werken. Wat ik een ander mee zou willen geven, ik hoop dat ze in ieder geval deze video gaan kijken, is laat je eens verrassen. Kijk eens om je heen. Kijk niet alleen, ik kom uit Nederland, kijk niet alleen binnen Nederland, maar ik ben hier nu in Zwitserland met allemaal gelijkgestemden. We hebben niet de waarheid in pacht, maar kijk om je heen, leer van anderen. Er zijn genoeg managers en directeuren en CEO's en bedrijven die deze stap hebben gemaakt. En ik denk dat het heel goed is om met lef eigenlijk dit aan te gaan. En dan zul je zien dat er iets moois van komt.